Beste kijker, bij het programma Leef heb ik weer iets bijzonders. En ik begin eigenlijk waarop ik nu al weet dat er op me... Nou ja, geschoten mag ik natuurlijk niet zeggen, maar wel een beetje met woorden. Want ik ga eerst aan u vertellen dat wij normaal gesproken niet aan goede doelen televisie doen. Omdat dat bijna niet mogelijk is. Er zijn zoveel goede doelen in Nederland en in Sliedrecht en omgeving. Dat ik dacht, ja, daar kunnen we niet aan beginnen. Maar dit goede doel is toch wel heel bijzonder. En ik heb drie mensen aan tafel die daar uitgebreid over spreken. En ik ben in het voorgesprek al door deze meneer aan mijn rechterzijde terecht gewezen. Want mag ik eerst uw naam vragen? Ik ben Arie Wezemer en ik ben voorlichter van de Europarun. Van de Europarun. En de volgende gast? Arjan Holster, een van de deelnemende teams aan de Europarun dit jaar. En mevrouw? Jolande van der Lagemaat, ik ben coördinerend oncologieverpleegkundige in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En wij maken eigenlijk graag gebruik van de giften van de Europarun. Goed, dus we gaan het hebben over de Europarun. En daarom, u zei het al in het voorgesprek, dat is geen goed doel zoals een goed doel is. Kunt u dat uitleggen? Ja, natuurlijk. Europarun is super apart. Het is een enorme, prachtige estafetteloop tegenwoordig van Parijs naar Rotterdam. Wij begonnen Rotterdam-Parijs. Vandaar dat woord Europa. Met daaraan gekoppeld het goede doel. Het is een sportieve prestatie, want de lopers lopen zo'n beetje anderhalve marathon in 2 dagen. Nou, doe dat maar eens na, hardlopend. En die halen ook nog een hele hoop geld op. En allemaal onder het prachtige motto, proberen wat leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen kunnen worden toegevoegd aan het leven. En het gaat vooral over patiënten met kanker. Ja, dat is in de tijd de keus geweest. Na de eerste roperen moest er een keus worden gemaakt voor de centjes. En dat is in de tijd Daniel de Hoed geworden. En nu is het voor kankerpatiënten door heel Nederland. En wij geven niemand iets. Wij zorgen dat een doel gerealiseerd wordt. Dat betekent als iemand naar ons toe komt en die zegt ik heb iets nodig. Dan gaan wij kijken, wordt het uit geen ander potje betaald? Past het bij onze doelstelling? En dan proberen wij het te realiseren. En is dan bijvoorbeeld Jolanda, die is dus betrokken bij de afdeling oncologie in het ziekenhuis. Komt zij dan... Ga jij dan bij meneer aanbellen en zeg maar, letterlijk mag ik zo niet zeggen, maar leg jij dan voor wat je wil? Ja, ja, wij schrijven een brief. We hebben bijvoorbeeld hoofdhuidkoelers gekregen van de Europarun. Dat is een apparaat wat soms kan voorkomen bij het toedienen van een chemokuur dat je haar uitvalt. Met als gevolg dat mensen er ook niet ziek uit hoeven te zien. Dus een betere kwaliteit van leven ervaren daardoor. Nou, wij schrijven dan een brief aan de Europarun dat wij graag die hoofdhuidkoeling aan willen bieden aan onze patiënten. En vragen daar dus een bepaald bedrag voor. En dan is het wachten of dat we het krijgen. En tot nog toe konden onze doelen in ieder geval gerealiseerd worden. Maar dat is ontzettend veel geld. Ik bedoel, al die kosten. Hoe gaat dat dan? Je vraagt het aan, zij gaan het bekijken of ze het kunnen betalen. Dan zeggen jullie bijvoorbeeld, dit jaar gaan wij lopen... Nee. Voor dat doel? Of hoe gaat dat? Wij lopen de Europarun. We hopen op een hele hoge opbrengst. Ja. En we hebben inmiddels een hele hoop doelen die draaien. Dus er is al geld voor nodig. En wij kijken inderdaad achteraf. Kunnen wij dit betalen? Dus we hebben cent in de pot zitten. Komt iemand naar ons toe? Heeft iets nodig? Het kost een bepaald bedrag? Past bij ons? Dan zeggen we ja of nee. En soms is het voor een bepaalde periode. Ik geef een voorbeeld. Universiteit Utrecht was bezig met een ongelooflijk mooie website, www.kankeroperatie.nl. Daar kunnen mensen, als ze geconfronteerd worden met de kankeroperatie, alles zien wat die operatie inhoudt, wat die vorm van kanker inhoudt. Maar zo'n website maken kost al geld. En het lijkt zo simpel, maar zo'n universiteit heeft dat gewoon niet. Die artsen en artsen in opleiding hebben dat niet. Toen hebben wij die website betaald. En daar zeggen we direct ja tegen, want dat is een paar duizend euro, dus dat is in feite niets. Maar er zijn ook hele grote projecten waarbij tienduizenden, honderdduizend euro's gevraagd worden. Past het bij ons? Kunnen we het betalen? Dan zeggen we ja. Wij adopteren dat project eigenlijk. Okay. En wij zorgen dat het gerealiseerd wordt voor een bepaalde periode of iets aangekocht voor altijd, zoals die hoofdhuidkoelers. Hoofdhuidkoelers. En ben je er al mee aan het werk? Ja, ja, ja. We waren een van de eerste ziekenhuizen die daar ook mee zijn gaan werken. En we zien daar ook hele goede resultaten mee. Ja. Er zijn echt bepaalde kuren waardoor mensen gewoon echt geen pruik of pet nodig hebben. En hun eigen haar behouden. En dat is gewoon, op het moment dat je het niet ziek uitvoelt, word je ook niet echt als patiënt behandeld.
Ik vind wel vreemd dat als je dus aangeeft van afdelingen oncologie, en dat is landelijk denk ik, dat je spullen nodig hebt. En dat dus via een goed doel in een ziekenhuis pas terecht kan komen. Ja. Dat daar dus geen andere weg voor is. Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dat vind ik een schande. Wij hadden in de tijd... Ja, dat meen ik. Dat eigenlijk iedereen ook met verschillende dingen. Waarom gebeurt dat niet op een andere manier? Ja. Waarom is er een goed doel voor nodig? Ja. Maar ja, dat is... In de tijd hadden wij de opening van de afdeling in de Daniel Doet Kliniek in Rotterdam. Dat moest een afdeling worden die er een beetje een hotelachtige manier... uitstraling had. Ging witte ziekenhuismuren, vloerbedekking en dergelijke. Je ging er wel dood. Het was een afdeling waar mensen dood gingen. Maar het moest een beetje wat minder ziekenhuis zijn. Dus met een hele bombarie geopend in de tijd door minister Borst. En bij het nagesprek zei ze, dit mag nooit meer gebeuren. Over een aantal jaren moet de overheid dit soort projecten dragen. Tot nou, hoeveel jaren is dat gebeurd? Ja. Dat geleden, van 95 denk ik, 94, 95. Ja. En nog niet. En eigenlijk is dat een pure schande. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, dat is al iets wat we geconstateerd hebben met elkaar. Ja, de toon is gezet. Ja. Ik ga even door naar jou, Arjan. Want jij bent dus voor Sliedrecht of ben jij voor de regio één van de lopers van de Europa Run? En hoe ben jij erbij verbonden? Nou, we hebben de trimclub ABC in Sliedrecht. Die trimmen elke week met elkaar. En lopen is mijn hobby en onze hobby. En daar doe je aan wedstrijdjes mee. Een halve marathon van Egmond of iets dergelijks. Alleen ja, op een gegeven moment... zoek je ook weer een ander doel. Nou, wat is er mooier om mensen te helpen en om je sport daar ook nog mee te bedrijven en andere mensen ermee te helpen. Dus ja, op een gegeven moment komt er iemand op de club van, joh, een wedstrijdje lopen is wel leuk aan een goed doel. Nou, de Europa Run, wat is dat dan? En dan ga je het elkaar uitleggen. Nou, ik weet nog wel goed, in 2004 of 2005 riep de eerste dat, ik dacht in februari, maart, zo'n beetje van, nou, dat is over 2 maanden, laten we dat gaan doen. Maar waar we een keer bij elkaar gezeten van, ja, er is zoveel voor nodig. En dan komt dan misschien later op deze avond nog tot uitdrukking wat er allemaal voor nodig is. Toen zeiden we, nou, dat moeten we niet doen. Als we het willen doen, moeten we het goed doen. Ik wil niet later op tafel. Nee, ik wil het nu weten. Oké, dus wij hebben heel kort gezegd, we hebben na 2 keer bij elkaar gezeten. Als we het doen, willen we het goed doen. We gaan het volgend jaar doen. Dus we hebben lekker de zomer doorgetraind. In oktober zijn we weer bij elkaar gezeten. Hè, want de loop is ook zo meteen weer met de Pinksteren. Zeg maar even eind mei. En toen hebben we gezegd, we gaan meedoen. Maar goed, als je mee wilt doen, en zo hebben we net ook al over gehad in het voorgesprek. Als we mee willen doen, dan willen we graag goed meedoen. Hè, nog los van de sportieve prestatie. Het is wel de bedoeling dat met 8 mensen... 530 kilometer, even terugloopt. Ja. Maar je zegt natuurlijk als loop eens even terug. Maar het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk geld op te halen. Nou, dan kan je er verschillende middelen doen. Sponsoren zoeken, acties doen. Dus dat hebben wij opgepakt als trimclub. We hebben een paar mensen gevraagd die mee willen doen. Om ons heen, familie en vrienden. En we hebben nu een team van ongeveer 25 mensen die eigenlijk het hele jaar bezig zijn om geld bij elkaar te vergaren door verschillende acties. En om te proberen om zoveel mogelijk geld te storten. Nou, dan ga ik nu mijn eerste kritische vraag stellen. Ja. Ik zie er nooit geen ene fluit van. Ja. Hoe kan dat? Alleen omdat ik ga sporten bij Trimclub ABC, ben ik er dus mee in aanraking gekomen. Dacht ik van, nou, daar wil ik wel aandacht aan besteden in mijn programma. Ja. Maar ik zie niks. Ik lees misschien een stukje in het Kompas. Ja. En jullie vragen dan, kunnen jullie komen met tv? En ik denk, als je nou zo belangrijk bent met elkaar en je hebt zo'n clubje van 25 man, waarom ziet de gemiddelde burger van Sliedrecht, Hardingsveld, zien jullie niet? Hoe kan dat? Ja, maar dat is misschien een beetje mens eigen, want er wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Alleen de mensen zien pas iets als het willen zien. Wij hebben 3, 4 jaar terug, de eerste keer dat we meegaan, zijn we op Merwe TV geweest. Burgemeester hebben een gebouw geopend. Er is een collega van jou opname komen maken. Daar zien een aantal honderden mensen zien dat. Maar ze doen er op dat moment niks mee. We hebben een paar jaar geleden Rommelmarkt georganiseerd. We hebben geloof ik 2000 folders, maar je moet wel folders laten maken natuurlijk. Ja. Je moet er zaterdag op pad. Een hele wijk folders uitgedeeld. Nou, van heel de rommelmarkt. We zijn er geloof ik een week mee in touw geweest. We halen wel €2000 op. Natuurlijk super. Ja. Maar je bent er wel mee een week mee in touw. Ja, dat is buiten je vrijwilligerswerk. Werk. Ja. Dat is vrijwilligerswerk. Dat snap ik best. Ja, maar goed, je moet ook de mensen... En je zei het zelf in de inleiding. Er zijn natuurlijk zoveel goede doelen. Ja. Ja, er staat een collectebus. Binnenkort staan wij hier bij een winkelcentrum. Gaan we een dagje collecteren. Okay. We houden een spinningmarathon in het clubhuis. Oh, wat wilde ik vragen. Wat voor ludieks gaan jullie dit jaar weer verzinnen? 17 april kunnen de mensen komen fietsen bij ons. We hebben gewoon een 10-20-tal fietsen, die huren we. En dan kunnen de mensen zelf fietsen huren. En dan komen ze een paar uur strappen. Maar Arjan, is een spinningmarathon al lang niet uitgekoud? Tuurlijk. Alleen, wij zeggen wel, vorig jaar deden 20 teams mee. Ze hebben allemaal geroepen, we komen volgend jaar weer. Dus dat en is we halen in één dag succesverzekerd. 5.000 of €6.000 op. Ja, even heel kunnen zeggen, makkelijk kan je niet verdienen. Okay, maar ze moeten wel komen natuurlijk. Laat goed. Dat, ja? En dan heb je ook die sponsoren. Want jullie worden flink gesponsord. Maar het zijn elk jaar dezelfde. Nee, ja, dat zeg jij. Maar dat is ja, dat waar. Denk ik. Ja, dat denk gevoel krijg ik. Nee, ja. Hoe zit dat? Ik werk zelf bij een
een ingenieursbureau. En ik heb zelf mijn leveranciers gevraagd van, joh, daar hangt natuurlijk op mijn kamer een prachtige poster met onze finishfoto. En dan vragen mensen, wat is dat? En dan leggen ze het uit en dan geven ze de folder mee. En dan bellen ze een dag later op, ik wou maar €500 storten. Dus jij doet zaken en dan gelijk zaken we erop. En zo zijn er bij ons team gelukkig nog meer mensen die zeggen van, nou, ik kom bij het bedrijf, dit en dit doen we, vind je het leuk? En dan krijgen de mensen dan, hè, op onze kleding zitten we logo's, we hebben een eigen site, komt de logo's op terecht. Maar uiteindelijk natuurlijk hopen de mensen dat ze gewoon spontaan reageren. Ja, 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 en zeggen, ja, het gaat om ons geld. Ja. Je krijgt er gewoon niet te veel voor terug. Het is geen reclamecampagne. Nee, nee, nee. We willen graag dat mensen het doel ondersteunen, want het is een geweldig doel. En geld storten. En dat, ze kunnen loten kopen. Binnenkort lopen we hier langs de straat, dan kunnen ze loodjes kopen. Dat wordt dan vanuit de stichting zelf georganiseerd. Ja. 400.000 loten. Ja, ja, die moeten dat zijn er verkocht. Heel wat hoor. Ik las op de site dat die moesten verkocht. Ja, klopt dat? Ja, maar er zit ook iets achter. Hè? Ja. Kijk, er zijn de warenteams, die gingen alleen maar voor het lopen en de opbrengst was minimaal. En die vonden het gewoon leuk om mee te doen. Die vonden het leuk om te lopen. Ah. Sportieve uitdaging. Het gaat om dat dubbele. Het gaat om die sportieve uitdaging en dat goede doel. Ja. En toen hebben wij gezegd, nee luister eens, je moet een x-aantal loten verkopen. Dan heb je, en inschrijfgeld natuurlijk. Ja. Dan hebben we in ieder geval wat opbrengst. Ja, precies. Dan weten we zeker dat we die opbrengst hebben. Ja. En zo is die verplichting gekomen en sta ik helemaal achter. Nou, ik kom nog even terug op wat je net zei, want ik heb er niks van gehoord. Ja. Dat is de makke met de pers, of het nou lokale pers is of landelijke pers. Ja. Bij mij hou ik meer van de lokale pers, omdat dat een hele hoop mensen bereikt. Mm-hmm. Maar het is ontzettend moeilijk, want op welk bureau komt de roperen nou? Komt het nou op het bureau Goede Doelen en dergelijke, of komt het op het bureau van de sportredacteur? En allebei zeggen ze, ja, het is Goede Doelen, of het is Sport. Ja, en allebei, ja. Mieteren zet weg. En dan heb je veel te weinig publiciteit. Ze kunnen er niks mee. Nou, wat onze ervaring is, dat je moet elk jaar wat tv maken natuurlijk. Hè, met je club vrijwilligers ook. Mm. En het is elk jaar. Is het nou om de 3 jaar of om de 2 jaar? Dan zeg je, nou, dan is iedereen wel weer enthousiast. Maar dat merkte ik met de krant ook. Ja. Omdat het elk jaar is. Ja. Het is net als Crossline Monument. Het is net, dan denk je, hè, dan denkt de krant. Ik vind het een slap argument. Ja, maar het gebeurt. Ja, maar het gebeurt. Ja, maar die reactie krijg ik ook. Feyenoord Ajax. Kompas weer belt. Ja, ook. Feyenoord Ajax. Ja, daar komen ze toch ook alweer bij. Ja, daar zeg je wat. Ja. De Marathon van Rotterdam. Ja, maar die is internationaal. Oh, wij niet. Parijs, België. We Franse teams. Even iets anders, En dan ga ik aan Jolande vragen. Want Jolande, jij bent er dus ook bij betrokken. Ook ervaringsdeskundige, begreep ik net. Hoe zit dat? Vinden ze dat in Frankrijk wel leuk als jullie met heel die karavaan door dat land trekken? Ja, die leven echt gigantisch mee. En het is nu, het is voor mij een aantal jaren geleden dat ik mee ben geweest. Maar tegenwoordig doen er ook Franse teams mee. Dus ook daar leeft het. En ook daar hebben ze bijvoorbeeld een hospice opgezet met geld van Europa Run en dingen mee naar Europa, hun stad van het jaar en dat soort dingen. Dus het speelt in alle landen waar je de hele kant, hè, Nederland, België, Frankrijk speelt het heel erg. Ja, ja. En, het is als Rotterdamse activiteit begonnen. En ik kom zelf oorspronkelijk uit Baren. En als je daar iets zei over de Europa Run, dat iedereen zit van, nou, wat is dat nou? En daar nooit van gehoord. En als je nu kijkt hoeveel teams er uit die regio ook allemaal al meedoen. Het beklijft nu echt heel Nederland en daarbuiten, zeg maar. Dus het is iets wat, het leeft minder, ook echt. Wat meer loskomt van Rotterdam. Ja. Loop jij dit jaar mee? Nee hoor. Nee, je bent daar eigenlijk mee gestopt. Want het is wel heftig, hè? Nou, ik ben als begeleider mee geweest. Het team heeft ook begeleid mee om te koken. Wij zijn toen nog naar Parijs gegaan. Daar moesten we tenten op gaan zetten. En dat soort dingen. Want we sliepen met z'n allen op een soort van tentenkamp, zeg maar. En ja, die ondersteuning moet goed zijn om je lopers en je fietsers dus echt te laten concentreren op die 530 kilometer. Dus alle catering, alles was gewoon geregeld. En wordt dat per team geregeld? Of wordt dat vanuit de organisatie? Nee, Oké, dus je komt met je team aan en hoe ga je naar Parijs? Met een busje. Met de bus. Met een bus. Ja. Goed, in die bus zitten dus hoeveel lopers? De meeste teams, je mag het in principe zelf organiseren. Er zijn 275 teams trouwens die je dit jaar meedoet. Het wordt elk jaar. Dat is mooi. Wordt steeds groter. Steeds groter. Ja. En dan moet Arie misschien wel vertellen wat de toekomst brengt. Want ja, maar dan hebben we het nu. Ik wil eerst weten wat in dat busje zit. Precies. Ja, goed. Ik moet ook Arie weer een link geven. Maar zo weer. Wij gaan dan met 2 busjes. Dat doen de meeste teams. Waar 4 lopers in zitten en 2 chauffeurs. Zeg maar een chauffeur en een aantal fietsers. Die rijden naar Parijs. De meeste hebben nog een begeleidingsvoertuig die ergens onderweg blijft staan waar de catering zeg maar verblijft. Het ene team start met 4 lopers, waarvan er 1 loper dus gewoon onderweg gaat. Dus lopen of de rij. Hoe lang loopt hij dan? Ook per team is dat verschillend. De meeste teams doen hele kleine stukjes van zeg maar even 2 kilometer. Ja, en dan ga je weer in je bus? Dan gaat het in het busje en dan gaat lopen 2 en zo loop je met alle 4 mensen om de beurten.
Okay. Dan loop je 8 kilometer. Ja. En dan loopt er één weer van het busje. Dan probeer je ongeveer, de meeste teams doen dat wel zo, 50 à 60 kilometer met dat busje en die vier lopers af te leggen. Want je moet het in een bepaalde tijd doen. Ik las op de site dat de snelste tijd was 31 uur en 16 minuten. Ja. Nou, dat gaat zo voorbij, toch? 29 uur en nog wat. Winnaar 2009, 31 uur en 16 minuten. Ja, die hebben een stukje afgesneden. Parijs-Rotterdam, ja. In de tijd andersom is het nog sneller gegaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar wij doen er 45 uur over. Dus zo. Ja, dat is een stukje langer. Maar we hebben de tijd, toch? Ja, weet ik weer. Nee, maar je geeft van tevoren, dus dat zit gigantisch goed in elkaar. Je geeft van tevoren gemiddelde snelheid waar je wil lopen. En er zijn natuurlijk mensen die heel veel trainen en 15 km per uur kunnen lopen. Wij zijn iets ouder en ons gaat het niet om zo snel mogelijk terug. Het is met elkaar lol maken, plezier maken, want laten we dat absoluut niet vergeten. Dus wij willen graag 11,5 of 12 km per uur lopen. Dat wordt allemaal ingedeeld qua tijd. Dus zo laat start je, dat je als je dat gemiddelde snelheid loopt, op maandagmiddag op de Koolsingel. Volgens mij staat hier ook ergens de poster daarop. Dan kom je hier dan kom je ongeveer op dezelfde tijd op de Koolsingel weer aan. Dat is natuurlijk een gigantische happening, want er komen dus 275 teams. Teams binnen. Maal 25 mensen, hè, begeleiding alles. Er komen gewoon 5.000 à 6.000 mensen op die middag de Koolsingel op. En want die fietser, waar hij het over, die is heel belangrijk, heb ik begrepen. Die vind ik heel erg belangrijk. Een fietser die zorgt dat de weg wordt bepaald. Hè, want je hebt een atlas bij je en ze moeten langs een aantal checkpoints. Dus je kunt niet even iets afsnijden. Maar ook voor de begeleiding van de loper. Een praatje onderweg, hoe gaat het? Dus die loper ook bezighouden. En de veiligheid. En naast blijven, zorgen dat die auto's, die in Frankrijk rijden ze met een rotgang hoor. Dat die er niet dicht langs komen. Ze hebben er misschien maling aan dat u daar loopt. Op sommige plekken hebben ze echt maling aan. Ja, daar rijden ze met de rotgang er langs. Dus zorgen dat die auto's wat afstand moeten houden. En als een loper zonder fietser bezig is, en zeker in de nacht, dan wordt hij toch echt even aan de kant gezet tot die fietser er weer bij is. Oké, maar hoe wordt dat dan gecontroleerd? Rijden jullie dan langs het traject op een gedeelte of zo? Ja, bij ons gaat veiligheid voorop. Daarom ook die 275 teams. Wij kunnen er veel meer hebben, want we hebben een kleine hoeveel reserveteams. Oké. Maar wij hebben motorteams onderweg die zorgen die helemaal in de gaten houden. We hebben ambulances op de route zitten, artsen, verpleegkundigen. De checkpoint waar de lopers langs moeten komen, wordt continu in de gaten gehouden om te zorgen dat het veilig is. Eerste plaats veilig. En natuurlijk dan het doel, maar eerste plaats allemaal veilig in Rotterdam aankomen. Oké. Hebben jullie een nieuw doel al ingeleverd bij overkoepeling? Ja. Aanstaande, of tenminste 6 maart, hebben wij een patiëntenvoorlichtingsdag in het Albert Schweitzer ziekenhuis op locatie Amstelwijk. En het doel daarvan is gewoon om ook goede voorlichting te geven aan patiënten. Het heeft als thema kanker meer dan een diagnose. Zo van, op het moment dat je kanker hebt, gaat heel je wereld wordt onderuit getrapt eigenlijk. Mm-hmm. En daarnaast is er nog zoveel ondersteuning en begeleiding die je kan helpen om je zo goed mogelijk het traject door te helpen. En dat willen we eigenlijk extra gaan belichten. En daarbij mogen we ook gebruik maken van het geld van de Roperhun. Dat is gewoon wel heel fijn. Ja, dat is een mooi doel. Als dat weer, want je weet nog niet of dat dus aan hebben jullie... toestemming. Oh, je hebt wat toestemming. Ja, er zit al wat geld in de pot. Ja, nee, want die pot met geld komt dus binnen. Dat is die pot met geld, al die teams en zo, die hebben dat opgehaald. Nou, jullie hebben natuurlijk een hartstikke mooi bedrag. 76.000 euro. Nou, dat is toch super. Dat is super. Dat is geweldig. Dat is een heel mooi bedrag. Dat moet herhaald worden natuurlijk dit jaar. Ja, tuurlijk. Dat is je uitgangspunt. Minimaal. We zitten pas op 40.000, dus dat kan nog genoeg van. Oké, prima. Maar goed. Wie weet wie er allemaal kijkt. Ja, precies. Dat is een hele hoop geld. Nee, maar ik bedoel, jullie zeg maar, jullie krijgen dat geld binnen. En dan gaan jullie kijken van, nou, we hebben een aanvraag Albert Schweitzer, maar we hebben een aanvraag, wat je zegt, uit Utrecht, uit Groningen. En dan, wie bepaalt nou werkelijk wie? Dat blijven kijken, dat is het hele jaar door. De Roperhun had aanvankelijk 1 bestuur, die organiseerde het en die ging de gelden verdelen. Dat mocht niet meer van het CBF-keurmerk. Okay. We hebben nu 2 besturen, 1 bestuur wedstrijd. Ja. En die regelen heel die wedstrijd en 1 bestuur die gaan voor die doelen. Ja, die komen bij elkaar en die bekijken ook al die aanvragen. En dan wordt er iemand uitgenodigd. Oh ja, en dan kom maar eens vertellen. Juist. Want je moet zeker weten dat het een doel is dat helemaal bij ons hoort. Uit geen ander potje betaald. En ook dat het wel bestendig is. Ja, dus want dat is de angst van de Nederlander natuurlijk langzamerhand. Ja. Van wat blijft er aan die strijkstok en wat gaat er natuurlijk hier en bij daar niet. Bij ons gaat vrijwel alles naar het goede doel. Naar het goede doel. Dus als ik kijk bij grote stichtingen, die hebben een complete organisatie die betaald wordt. Wij werken met vrijwilligers. Alleen op het kantoor zitten een paar betaalde mensen. Ja. En de rest is alles vrijwillig. Dat betekent dat vrijwel alles naar het doel gaat. Bovendien, de organisatie van de Roperhun wordt apart betaald. We hebben sponsoren voor de opzet. Mm-hmm.
En de gelden van de teams zijn voor het doel. Oké. Okay. Dus als iemand geld geeft aan hun team... Dan komt het goed terecht. Het komt absoluut goed terecht. Okay. Goed. Nou, Arjan, vertel het maar aan de kijker. Wat moeten ze 17 april komen doen? Dan houden wij in ons clubgebouw, is het die camera? Ja. Jullie switchen wel eens misschien. Ja, Nico is die camera. 17 april houden wij een spinningmarathon in het clubhuis van ABC, Torbeckelaan. Dat begint 's middags om 3:00. Ik neem aan dat de meeste mensen weten wat spinningfiets is. Ja. Dat is vrij intensief. Ja. Ik weet niet of jij het ook wel eens doet. Ja, maar... zo, nou. Oké, okay, dus nou ja, bij deze uitgenodigd. Dus, ja, ik kom ook. Dus het is wel de bedoeling dat wij daar ook geld voor krijgen. We hebben in principe als minimum gesteld dat we €200 per fiets willen hebben. Oh ja. Dan krijg je van 's middags 3 tot 's avonds 11. Er zijn instructeurs bij, echt spinninginstructeurs. Uiteraard muziek. Lol. Met elkaar. Het is echt een hele, met het goede doel hoog heel in leuk festijn. Volgens mij vorig jaar hebben we ook ruim €5.000 opgehaald. Okay. Dus het zou geweldig zijn als dit jaar. Hartstikke leuk. Ja? Jij hebt je goede doel ingeleverd. Wil jij nog iets toevoegen aan dit mooie project eigenlijk, mag ik wel zeggen? Nee. Je bevlogenheid, ja vooral. Het is gewoon, we zijn heel erg blij dat we met name van de geld die wij krijgen van Europa de kwaliteit van leven van kankerpatiënten kunnen verbeteren. Ja, door workshops aan te bieden voor uiterlijke verzorging. Onder het motto wie er goed uitziet, voelt zich ook goed. En, ja. Ja, patiënten waarderen het heel erg. Die komen echt bij zo'n workshop helemaal stralend vandaan. Van, joh, kijk, ik ben geweest en ik voel me zo goed daardoor. En ja, je weet gewoon waar het voor is. Ja, en dus, dat is voor u denk ik ook heel belangrijk. Dit is geen vleugeltjes, hè? Als je dit hoort. Ja, krijgen brieven binnen. Ja. En nou, als je dan hoort dat mensen heel dankbaar zijn dat je iets hebt betekend... Ja. Dan wil je door blijven gaan. Ja, dat snap ik. Dat is ongelooflijk. En ik nodig ook altijd mensen uit... Kom tweede Pinksterdag naar die Coolsingel in Rotterdam. Ja. Dan komen al die teams binnen. Na die enorme afstand. Dat applaus is prachtig. Geef ze dat. Ja. Kom er staan. Maar het is een hele hoop te doen. Die Coolsingel is van ons. Er komt geen tram over. Er komt geen bus over. Die heeft u helemaal afgegeven. Die is helemaal van ons. Dat is één groot feest. Prachtig. Je hebt toch niks anders te doen op Pinksterdag. Tweede Pinksterdag. Het zijn bij ons tranen hoor, als we binnenkomen. Ja, het is Jank op de film. Jullie zijn versleten en emotioneel. Ja. Nou, dan roepen wij natuurlijk kijkers van Sliedrecht en omgeving op... om met z'n allen Tweede Pinksterdag de mensen die van Sliedrecht onder andere binnenkomen... toe te juichen. Ik dank u hartelijk voor de komst. Hartstikke fijn dat u het zo goed uitgelegd hebt. Want het is heel belangrijk dat u weet waaraan u uw geld geeft. En loten kopen, dat kan via Arjan ABC. Ja. Hij zal... vast alles kunnen vertellen en op de website kijken www.roparun.nl. Tot de volgende leef. Bedankt voor het kijken.